Je vergeet nooit de eerste keer dat je hem zag. Nieuwe Renault Clio. Welkom in opnieuw een klein half uurtje autonieuws. En ook deze keer trekken we weer naar Genève, waar begin maart het 84ste autosalon werd georganiseerd. De autowereld die is ondertussen weer overgeschakeld naar dagelijkse business. En nu we het daar toch over hebben, zijn we ook heel benieuwd hoe het zit met de Maserati Alfieri. Een van de sterren op het salon die nu van concept car in een echte auto verandert. Het is niet eens de vraag of de Alfieri er komt, wel in welke gedaante hij zal komen. Het is vandaag nog duidelijk een concept, een vooruitblik op toekomstige Maseratis. Maar de vraag blijft natuurlijk welke. Is dit een vooruitblik op de nieuwe Gran Turismo of is het de voorbode van wat nu al de F-Type Pester wordt genoemd? In ieder geval krijgt hij bekende elementen mee, zoals de aandrijflijn van de MC Straddle. Hoe dan ook moet eerst de Levante nog op de wereld worden gezet. En daarnaast heeft de Maserati-fabriek ook nog eens de handen vol met het uitbouwen van de Alfa Romeo 4C. Die tweezitter heeft er nu plotsklaps een uit het niets opgedoken Spider-variant bij. De coupé zonder dak. In absolute avant-première, zeg maar, staat hier de 4C Spider. Met dezelfde cocktail van elementen zoals de 4C. Dus ultralicht, heel sportief. Een ongeziene gewichtsvermogensratio. Dus we zijn heel fier dat we hier met de dakloze versie kunnen uitpakken. Momenteel hebben we een klein gamma. In de loop van de volgende maanden en jaren wordt dat flink uitgebreid. Maar de twee quadrifolio's zijn Mito en Giulietta. Een vaak gehoorde minpuntje, zeg maar, dat we kregen van klanten was dat die auto's niet sportief genoeg waren. Dat hebben we verholpen. Ik geef een voorbeeld. De Giulietta bijvoorbeeld nu, die gaat tot 240 pk. Die heeft dezelfde aluminium motor gekregen als uit de 4C. Natuurlijk met een andere configuratie. De auto is iets zwaarder. Maar de auto beschikt over een gans package aan nieuwe sportieve elementen die hem voorheen niet had. Zoals ongeziene sportstoelen, nieuw uitlaatsysteem met daarbij horend heel sportief geluid enzovoort. Als we spreken over 4C Spider, die komt nog dit jaar, zal die nog definitief voorgesteld worden. Dus dat is iets voor in de loop van de volgende maanden. Giulietta en Mito Quadrifoglio Verde, de nieuwe versies vanaf eind april, begin mei, staan die in de showroom. Car of the year 2014 is Peugeot 308. De 4C heeft inmiddels zijn kans verkeken om het tot Europees auto van het jaar te schoppen. Peugeot heeft die titel met de nieuwe 308 wel binnengehaald. De 308 was niet eens de favoriet. Algemeen werd gedacht dat de Tesla met de pluimen zou gaan lopen. Maar de jury was zeer onder de indruk van de nieuwe manier waarop Peugeot over auto's denkt. Met het hoger geplaatste dashboard en een groot touchscreen op de centrale console. Bovendien werd naast de uitrusting ook de afwerking geprezen. En het hoeft nauwelijks woorden dat de 308 een auto is die een uitstekende wegligging heeft. Traditioneel het sterke punt van Peugeot. Dat daarmee de nog nieuwere 108 een beetje in de schaduw komt te staan, vonden ze bij Peugeot niet eens jammer. En ook de kijker mist niks, want de 108 is zo goed als een broer van de Toyota Aygo. Zeer belangrijk, het A-segment is een zeer belangrijk segment, het segment van de stadswagentjes. Ook een zeer concurrentieel segment. Een nieuw product was natuurlijk hoog nodig voor Toyota, want de Aygo ging al een tijdje mee. Ja, de IQ in de zin van fun is hij wat meer IQ geworden, als je dat wilt zeggen. Wat er ook natuurlijk nieuw is, en dat is ook de trend in het A-segment, is de trend van de personalisering. Waarbij je heel wat combinaties kan gaan maken. Hier achter mij staat nu een oranje met een zwarte X erin. Maar dat kunnen hele andere combinaties zijn. Dus al de kleuren, schakeringen zijn mogelijk en combineerbaar met de carrosseriekleur. Ja, wij hebben al langer de drie cilinder zitten in de vorige Aygo. Dus we nemen eigenlijk de motor van de vorige Aygo over. Die was al een drie cilinder, die heeft al verschillende jaren achter elkaar de motor van het jaar gewonnen. Dus we gaan verder met deze succesvolle motor.
We denken in die richting, maar niet meteen met de Aygo. Waar zien wij vooral elektrische mobiliteit? Dat is voor kleine voertuigen. De Aygo komt natuurlijk wel in aanmerking, maar niet meteen. Kleine voertuigen voor gebruik in de stad en korte afstanden. Wij zien dat momenteel, en we komen met projecten dit jaar, nog testprojecten voor carsharing projecten. Dus waar dat je eigenlijk de mobiliteit hebt van de last mile. Je stapt van een trein af en je huurt dan een kleine elektrische wagen om in de stad te rijden. Dit jaar is er nog een kleine facelift van de Yaris die eraan zit te komen. Het zal een redelijk kalm jaar zijn. Ik denk dat dit het hoogtepunt is voor Toyota dit jaar. Helemaal aan het andere einde van de schaal in de autowereld staat Koenigsegg met de One-on-One. Een auto met pk-gewichtsratio van 1 op 1. 1360 pk voor 1360 kilogram auto. Een scheurijzer dat 440 km per uur als top haalt. Prijzen worden niet meegedeeld, maar waarom ook, alle exemplaren en hoeveel dat er zijn, komen we evenmin te weten, zijn al verkocht. Er staat gelukkig geen limiet op het aantal TT's dat Audi op de markt gaat brengen. Een TT die Audi helemaal opnieuw in de stijgers heeft gezet. Het is vooral opnieuw een TT geworden, hè. Verrassend maar waar. Dus we zien echt wel de lijnen van de vorige twee generaties TT er duidelijk in. Qua afmetingen zitten we gelijk aan het laatste model, hè, dus de tweede generatie. Maar als we dan gaan kijken van aan de binnenkant, binnenin en onderuit, is de wagen volledig nieuw. Hij is ook 50 kilogram lichter geworden dan de tweede generatie, die zelf al 90 kilogram had gewonnen ten opzichte van de eerste generatie. Dus duidelijk een grote vooruitgang en nog altijd ik zou zeggen een iconisch model. Wel, op de TT die we vandaag voorstellen, dus in coupé, hebben we bij het gewone model een dieselmotor en een benzinemotor. 2 liter TDI en 2 liter TFSI. Dan hebben we de TTS die we hier ook voorstellen, nog altijd met een 2 liter TFSI, maar die opgedreven is tot 310 pk. En dan heeft Audi ook nog even willen tonen wat ze nog kunnen doen en hoever ze kunnen gaan met die 2 liter TFSI. En hier in deze concept wordt die opgedreven tot 420 pk. Dus dat wil zeggen meer dan 210 pk per liter. Wat meer is dan de Audi die in Le Mans heeft gereden in 2011 bijvoorbeeld. Het is een motor die we later zullen terugvinden. Misschien niet bij de TT, misschien ook wel, valt te zien. Want de 5-cilinder 2.5 die gekend is onder de RS-modellen, zullen we zeker nog terugvinden. Dus daar mogen we gerust op zijn. Maar deze 2 liter TFSI zullen we hoogstwaarschijnlijk ook nog terugzien. Net als het begin van de carrière van de Audi TT staat de Quoros 3 Meet in China. Tot vandaag hield niemand rekening met de prullen op vier wielen die uit de Volksrepubliek kwamen, omdat ze belachelijk lage punten scoorden op de crashtesten. Maar kijk, de Quoros 3 neemt het voortouw en was de beste auto in zijn klassen in de Juro en SEP testen. Als we dan toch in het Verre Oosten zijn, springen we voor dezelfde moeite even binnen bij Suzuki. Dat merk keert met de Chery Rio terug naar zijn core business. Inderdaad, Celerio, het nieuwe model voor Suzuki. Situeert zich ook in het A-segment, dus bij de compacte wagens. Opnieuw een compacte stadswagen die langs binnen eigenlijk heel wat ruimte biedt. En dat maakt van die wagen toch wel een heel praktische auto. Deze auto vervangt geen enkel model. Het is eigenlijk een bijkomend model in het A-segment. De juiste prijs gaan we pas weten september, oktober, want dan wordt de wagen ook pas echt gelanceerd op de markt en gaat hem ook in de showroom staan. Die zullen zich natuurlijk onder de 10.000 euro situeren, sowieso. Bijzonder voorkeur komt een 1000cc motor, dus een heel efficiënte, met 2 injectoren per cilinder, om ze doen dan eigenlijk toch weer die ecologie en de efficiëntie te gaan maximaliseren. Eigenlijk is het een beetje het kuifje publiek, van 7 tot 77 jaar zeggen we altijd, want we zien eigenlijk in zo'n type van wagen zien we eigenlijk een heel breed publiek ingaan. En dus zowel mensen die echt als tweede wagen gaan kiezen, of voor de eerder oudere mensen als eerste wagen, omdat het dan vooral zo praktisch is en compact. Dus we zien er eigenlijk een heel breed publiek voor. Straks
Straks gaan we verder met moois uit Italië. Groot-Brittannië levert een snelle break en Porsche kiest voor een kleine vrachtwagen. Japan quality. Yokohama. Your tire.